Welkom bij Spooky 1611. Dit is langer! Wow! Oké, hij is later. Hoi! De paas is op zich wel redelijk, weet je. Ja, een mooie aansluiter en hij was kinderliefden. Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij een nieuwe livestream. Ik hoop dat je me op dit moment al kan horen, want dat ziet er zo droog uit. Want de microfoon komt al uit de bril. Het is even een speciale livestream. Hoor ik jou? Dat weet ik niet. Het is een speciale livestream weer, want we gaan virtual reality in. Normaal gesproken in virtual reality. Ja, is toch wat anders, weet je. Dat is toch weer een ander soort interactie qua stream. Ik kwam erachter, zojuist 19.00 kwam Bone Lab uit. En Boneworks hebben we best wel veel parts van gestreamd. Boneworks was echt technisch gezien, in mijn opinie, echt extreem cool in virtual reality. Nou is Bone Lab uitgekomen na 2 jaar. Keiharde crunchperiode. Tijdens de coronacrisis hebben ze weer iets nieuws gemaakt. In de wereld van Boneworks. Wat dan nog extremer en nog baanbrekender zou moeten zijn. En wij gaan daar vandaag naar kijken. Ik kan de chat lezen in VR. Maar het is dus eigenlijk meer een kijk gezellig mee in de magie dingetjes. Want dit wordt ook mijn eerste impressie. Je hoort me toch, Rienk? Ik moet wel even helpen met het geluid. Want ik weet niet of het geluid voor jullie oké is. Maar ik hoop dat het oké is. Dus we gaan even hier naartoe, want ik heb die bril al op. En we gaan daarna hier naartoe, zodat je alles in mijn kamer ziet. Ja, ik word alleen maar beter verstaanbaar. Misschien iets te over DB, maar ik moet ervoor gaan staan natuurlijk. Oh my god. Hoppakee. We gaan er even voor staan. Ik heb meteen alweer een breuk, of niet een breuk, maar... Ik heb meteen mijn kabel alweer gedraaid. Zo hoor je me natuurlijk, als het goed is, nog een stuk beter. De vraag is alleen... of het gamegeluid tot nu toe oké is. Holy shit, dit is even heel creepy. Waar sta ik? Hier sta ik. Ik kan waarschijnlijk ook helemaal gaan omdraaien en zo. En dat je mijn rug ziet. Maar als ik dit doe met mijn hand... dan zie ik de chat. Dat zien jullie niet, maar dat zie ik wel. We moeten wel even gaan kijken. Ik wist dat Boneworks een extra smoothening had. Dat je al, mijn hoofdbewegingen wat makkelijker kan kijken. Maar misschien dat hier ook nog wat op staat. Spectator, I guess. Die settings komen met een serious performance cost. Ach joh, we hebben toch een 3080. spectator mode pastoral? Wat kan nog meer? Fish eye. Ja, ik weet niet wat jullie zien natuurlijk. Wat is fijner om naar te kijken? Ik zal even een beetje een rondje maken. Hallo. Stress level 0. Dit? Of deze ingezoomde pass-through? Ik kan nu mijn handen zien. Ja, in de hoek. Ik persoonlijk, zeg maar. Met wat ik zie. Maar wat vind je fijner, denk je, om naar te kijken? Ik kan je niet verstaan. Je denkt dat fisheye een cooler effect is, zal vast veel dat zou vast de extra performance cost zijn. Ik wil ook zien hoe dat eruit ziet. Oh, damn. Dat ziet er wel cool uit. Kijk, je ziet ook dat ik mijn handen nog op mijn headset heb, net zoals in real life. Dat ziet er wel cool uit. I like that.
Ik zal eventjes mijn headset zo comfortabel mogelijk doen, want dit is een VR-heavy game. Ik doe ook mijn headset goed voor mijn ding, maar ja, dit ben ik hoor. Ik moet even mijn headset volume omlaag doen, van mezelf. Als het goed is, horen jullie het dan nog even hard. Maar voor de zekerheid zet ik voor jullie 5% lager. Oké, zo. Hallo. Mijn geluid stond te staan, nu hoor ik je wel. Och, je kon me niet verstaan omdat je geluid staat. Dan heb ik liever die fisheye. En dan zullen we kijken bij de graphics. Shit. Mijn body height wordt hier gewoon gedingest. Alright, nou, ik denk dat we los kunnen. Wat doet Bone Lab anders? Nou, uiteindelijk is dit een lab waarin je ook nog mods kan maken. Die mods, zoals je hier ziet, daar staat ook een mod. Dan heb je approved mods, external mods. En daar komen daar dan mods van mensen. Dus dit wordt echt extreem moddable, G-mod style. Maar er is natuurlijk ook een storyline. En de eerste playthrough, als het goed is, doe je met de standaard models van de game. Dus ik ben helemaal benieuwd. Bring it to me. Ik weet er nog helemaal niet zoveel. Je was eerder vandaag ook al live. Dat klopt, ja. Dankjewel, Bassie. Komt goed, hoop ik. Oh, ik moet eigenlijk de andere kant op staan. Ik moet eigenlijk deze kant op staan. Wat is mijn t-shirt size? Shit. Want het wordt gebaseerd op je body proportie, zodat dat nog klopt, zeg maar, met je t-shirt en zo. Volgens mij is dit een L'tje. Ik heb soms medium, soms L'tjes. Mijn echte height is 1,80, soms 1,81. Hangt er vanaf op welke dag je dat meet. Ik bedoel, welk moment van de dag. Oeh, is dit al mijn muur? Ja, dat is al mijn muur. Oh god. Oh! Wow! Yo, once again, in virtual reality, kan ik je zeggen dat het er anders, of ja, het ziet er anders uit dan wat jullie zien. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Als je nog nooit virtual reality hebt gedaan, behalve dan waarschijnlijk zo'n mobiele telefoon, virtual reality. Virtual reality is net alsof je door die glazen kijkt in real life. En zelfs als ik naar filmpjes kijk, terwijl ik al meer dan 500 uur VR heb gespeeld. Zelfs op het moment dat ik naar video's kijk op YouTube en ik denk, hé, dat ziet er wel leuk uit. En dan ga je het spelen met een VR-bril op, compleet anders. Compleet anders. Ja, dus heb je dat nog nooit meegemaakt? En zie dat er dan een beetje, oh, wat grappig. Je moet het niet zien als een rapper, als een soort film om je heen, maar meer als jij in een wereld die kan bewegen. En hoe jij in real life misschien nu naar een kast kijkt of naar een bureau of zo en die diepte ziet, dat zie je dus ook in virtual reality. Wat moeten we doen? Moet ik dit ding pakken? Nee. Ik weet niet eens wat ik nu al moet doen. Er staat iets wat ik moet doen. Ik moet dat ding pakken. Oh, 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 what the fuck? Dat ziet er freaky uit. Ik was even vergeten hoe Boneworks werkt. Moeten we gooien? Zullen we gooien, chat? Holy shit. Wee! Wow. Ik gooi de... Kijk daar. Ik gooi de 5. En nu ben ik een ander karakter. Toch even kijken of dat klopt met mijn proporties. Want dan... Oh my god. Bijna wel, ja. Het zit heel close. Dat vragen ze dus van je. Ook met je t-shirt size en zo. Maar ja, hier eindigt mijn t-shirt en niet daar. Crazy. Huh. What? Oké. Okay. Yo. Is dit wel Twitch friendly? Woep. Kom dan. Ik moet mezelf gaan ophangen. Wat moet ik mezelf ophangen? I guess. Oh god. Ik zie niks. Er zit iets voor. Oh. What the fuck? Oh. Nee! Jongens, ik heb niks gedaan! Nee!
Holy shit, dit is dark! Yo, ik condone dit niet! Oh my god, Oh my god, ik had het mes vast. Godverdamme. Okay. Oh. Hallo? Damn. Niet vallen. Nou, ik viel wel. Waarom is dat onze eerste instinct van zoiets? Waarom is dat mijn eerste instinct om dat ding te slaan? Hallo? Dit laat alles zien. Hold B en select inventory. Oh, dat is slow motion. Dat was ik al even vergeten. Oh ja. Dan kan je plaatsen waar je wil. Dus als ik dit hier plaats, dan heb ik nu dat ding. Dus dat is de bovenste. Ik moet even... Ik heb ook een pan. Oh kut, nee. Ik heb die pan net opgepakt. Dus ik kan of een pan daar meenemen, I guess. Dat zal daar blijven staan. Ja, ik weet weer hoe dit werkt. Ik was het even vergeten hoe dit werkt. Vuurwerk maken. Oké, ik weet hoe dat werkt. Wat staat daar, joh? Precepts of harmony in heaven's reach. Contentedness within garden walls. Gratitude for divine provision. Reaction of unholy arts. Labor constantly to better the land. Pay no heed below the belt. Obedience to elders. What the fuck? Zit hier wat aan de andere kant? Oké. Moet ik nog steeds iets doen hier? We moeten omhoog. We moeten daar naartoe. Hey, fijne verjaardag, Rink. En dankjewel, hè. Wow, yo, dit is crazy, though. Is het gebaseerd op mijn hand movement? Nee, op mijn hoofd movement, oké. Oh, dat is licht. Bukken. Wat een geluiden. Oh ja, ik kan zo ook bukken. Hoef ik niet zelf te bukken. What is happening hier? Willen we hier wel naar beneden? Dit is insane. Hé, hey, ik zie daar zo'n Boneworks dingetje rollen daar. Nice. Kijk, dat ding. Dat is zo'n Boneworks ding. Nice. Nu heb ik hem daar. Wauw. Wat cool dit. Hey, een camera. Hallo? Oh ja, dit is natuurlijk zwaarder. Hoe ik dat vast sta. Maar wat, wacht even, wat is dit? Boneworks team. Heaven's Reach Grand Elder. Oh. After a great deliberation... With the underdwellers, we have decided to seal up these tombs and retract any record of their existence. For too long have we retained this devilish pact, allowing these demons to toy with the souls of our flock. Okay. The horrors of keeping souls alive while the flesh decays. This is necromancy. Ja, dit heeft echt gewicht, maar... Nou, daar ben ik ook niet goed in.
I'm not so strong. Maar hebben, zou, daar zouden we dit moeten houden, denk je? Het is wel cool hoor, dat, dat je hem overal vast kan houden. En je kan ook dit doen. Oké, okay, sorry. Kunnen we dit ergens... Nee. Waar past dit in? Die past zeker in een van die. Of past die hier ook nog? Nee. Jawel. Oké, okay, dus dan heb ik hem wel daar. Dit ziet er niet veilig uit, wou ik zeggen. Alright, come on. Hey, deze dingen moeten we meenemen en in een container gooien. Tenminste, dat was altijd het ding in Boneworks. Wel raar dat daar een camera is. Dit leek me heel wat anders. Toch maar even naar inventory kijken. Oh! Avatar dice. Blijkbaar moest ik daar wat anders mee doen. Ik heb het uit elkaar getrokken. Nu weet ik niet waar we dat kunnen vinden. Ik denk dat dat gewoon iets is wat je later kan gebruiken. De Avatar Dice. Daar staat een skelet. Leeft die, denk je? Holy moly. We hebben hier veel shit en daar hebben we ook iets. Een spiked club, weapon unlocked. Keys can be found around. Dus dingen vinden. Ja, ik zie hier een sleutel. Oh, die moet hierin. Holy shit. Holy fuck. Oh, hallo meneer. Aangenaam. Sander. Aangenaam. Kijk mee. Wee. Sorry. I'll stick around. Ik hang hier. Met mijn maatje. Is niet slim. Oké, okay, sorry. Ineens hebben we hier alsnog een Monogon Industries. Mag ik daarbij? Auw. Mag niet. FL cast member AI data collection. It seems. Oké, dit is een research dungeon. Ze zijn mij aan het researchen volgens mij. Kan ik nu dit open doen? Ja. Sterk, scherp. Oh, hallo. Hallo meneer. Moet ik jou hiermee vermoorden? Of daar lag iets cools. Auw. Hoi. Ze bloeden. Damn. Dus die gedachten mij aankomen. Crazy. Maar dit is te klein zwaard. I need bigger shit. Some items are too heavy for one arm. Oh ja? Ja, dit ziet er niet echt. Dit ziet er niet echt stevig uit. Dit wel. Oeh, veel beter nog dan Boneworks. Die kan wel met één arm. Kijk, dat alles physics heeft. Dus voelt vet cool. Sir! Sir, I need you. Right here. Crazy man, dit stijltje zo. Hello, sir. Dat is best cool. Maar ik heb veel te veel wapens mee. Dat past niet in de pistolenslot. Yeah. Ik vind die wel cool. Fuck de pan. Die nemen we mee.
Als die daarin past. Die past daarin. Hey! Doe ik deze wel even in mijn hand. Want hier kan je best wel snel mee bewegen van mijn gevoel. Hallo! Hallo, sir. Bah! Leef je nog? Ja. Bah! Oké. Okay. Leuk, zo'n club. Jezus, hoe komen we hier doorheen? Wat heb ik op mijn hoofd, joh? Moeten we dit nou... Au. Oh, we kunnen dit ding ook... Oh, good. Je kan er ook onder, denk ik, maar... Oh. Ik duw dat ding gewoon lekker aan de kant. Kan dit kapot eigenlijk? Nou, niet met dit. Misschien met deze? Never mind. Nee. Oh wel. Holy shit, dat kan wel. Respect. Moet dat ook kapot dan of zo? Oh, we moeten die hendel. Dan ben ik deze dingen kapot aan het maken, maar we moeten die hendel overhalen. Dus ik denk dat we hierop moeten springen of zo'n blok moeten gebruiken. En als je echt goed kan parkouren, ligt daar wat. Maar ik denk niet dat dat in mijn eerste playthrough hier gaat lukken. Dat geloof ik niet. Ik leg deze even daar neer. Dat geloof ik niet. Oh, kut! Ah, oh, nu al helemaal niet. Auw. Nee, joh. Denk ik. Duh! God damn it, wat een armspier, joh. We zijn... Oh! Dat is hout. Fuck. Ik heb hem wel. Dat had ik toch wat anders verwacht. Oké. Okay. Toch weer iets om mee te klooien. Een axe-double. Maar goed. Nu dit ding. Hier mooi verplaatst. Mooi. Oh, dit is al gelukt. Well done. Ik bedoel. Duimpie! Duimpie! Be warned, lava. Gaat dit omhoog? Nou ja. Verdomme. Dat ziet er heel warm uit. Wat cool. Wat ongelooflijk vet. Dus nu moeten we rennen, I guess.
Oeh. Hete billetjes. Lava gang. Oh, dit klinkt weer heel... Dit klinkt heel erg Boneworks ineens. Ach. Gaan we weer! Oh, dat is weer... dit is weer een ander. Oké. Wat zit hierin? PostNL pakketje van mij. Oh, kut. Oh, op mijn schouder. Dat deed pijn. God damn it, er zit helemaal niks in. Right? Nee. Unbelievable. Hoe komen we hier, though? Oh, duwen. Hallo? Ik ben backstage. Achievement unlocked. Backstage. We zijn er weer. Oh, hallo. Hey, dit is een andere versie van wat we al kennen. Mooi. Balletje. Een hatchet hebben we te pakken. Oké. Okay. Daar ook niet. Kunnen we hier iets kiezen? Oh, 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 oh! Ik glitch hem soms. Volgens mij kunnen we daar niks meer kiezen. Embrace of the Divine Will. Fantasyland. Is een idee. Fantasyland. Fantasy finances. Maar wat is het hier? How many know about this? Where is everyone? Holy shit. Wat is hier dan? Is hier nog überhaupt iets? Riverside Castle. Damn. Gratitude for the fine profession. Melancholy field. Oké. Ik ga toch even kijken hoor. Helemaal niks. Down. Hey, dat ding wil ons pakken zometeen. Die gaat op ons springen. Dat is een headset. Hallo headset. Kom maar. Kom maar. Hey, jij bent een leuk beestje. Bam. Twa. Wieuw, 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 wieuw. Hoppakee. Hé, een Half-Life. Kut. Een Half-Life crowbar. Hold right sticks to down to crouch. Oké. Nu wil ik weer normaal, dankjewel. Misschien is dat niet zo slim. Hoe hou je een crowbar vast, überhaupt? Kunnen we hier iets kiezen? Neem het hele automaat mee. Sorry! Hier, dit is voor jou, baten. Dit is voor jou. Oh, crowbar voor in de lab. Want dat is uiteindelijk waar we naartoe werken, naar het lab. Daar kan jij dan van alles doen.
sandboxen. Wat is dit? Nee! Ik weet niet of we daar willen. Oh god. Daar hebben we ammo boxen. Gun here. Oh my god. Zo, kunnen we die even hier aan hangen? Ik blijf dit spel altijd zo mooi vinden. Maar ja, deze is net nieuw. Oké. Okay. Alright, even kijken. Nou, steek mijn hand er dan tussen gewoon. Oh, deze zijn dicht. Ja. Alleen die is niet dicht. Oh, wel, hum. Kan ik niks met mijn linkerbeen of zo? Mijn linkerbeen? Hey, dude. Pak even wat extra ammo hoor. Cool. Oh ja, kijk, ik zie hier ook echt de... Oh. Grab mag from belt. Insert mag into grab. Heb ik al. Zit toch iets in? Ik wou net zeggen. Alright. Wow, deze is anders. Jezus! Waarom heb ik zo schil? What the fuck? Ik ben te schil. Sorry. Spijt me. Oké, ik kan ook normaal de trap nemen. Sorry. Spijt me. Wacht. There's something hostile out there. Hey, dat is mijn moederbord. Sorry. Oké. Okay. Oh. Laten we hier wat uit gaan pakken. Wat hoor ik? Zit er wat in? Nee. Oké. Okay. En wat is dit? En waarom is dit? Oh, fuck! Vooral was de vraag waarom is dit, but I broke it. I'm so sorry. Ik dacht, misschien ligt daar wat. Maar ik kan nu niet hierop gaan lopen. Nee. Oké, okay. Nou. Hebben we dat ook alweer gezien. Oh. Het is zo'n ding. Kut, hoe doe je dat ook weer? Dat ding uitladen. Zo. Dat bedoel ik. Die zaten met elkaar te vechten hier. Oh, fuck. Oh, dat is het treinstation. There you go. Oké. Okay. Ja, maar dit loopt niet door. The next transit arrival is expected at PM
Oké. Nou ja, dit loopt niet echt door, dus. Dit is niet echt een trein. Maar dit, oh, dit is work in progress. Simulatie, work in progress. Want alles is een simulatie, right? Staat overal destructible hier. Ik ben dan toch benieuwd. Wat als je wel iets cools mist? Je hebt natuurlijk mis je sowieso wel iets. Oh! Die miste ik bijna. Wat is het? Een Viking shield. Oh, dat is leuk. Om mee te kunnen klooien in het lab. Nou, verdomme. Hij zit toch hier? Normaal. Hij is aan het balanceren. Oké, fuck dat. Inventory. Daar. Hey, dit staat blijkbaar ook nog aan wat geinig. Hey, meneer Jas, dankjewel voor de 15 maanden. I appreciate you en veel gameplezier. I appreciate that, man. Echt waar. Zonder support zou ik dit niet kunnen doen. Kijk dan, ik heb nog dat hele systeem volgens mij. Oh nee. Oké. Oh god. Dat is mijn grootste nachtmerrie. Blij. Goed zo. Fucking Schiphol Airport hier. Of via de zijkant. Oh god! What the fuck? Dan moest ik zeker via die zijkant hier. Want dit gaat mij niet lukken, denk ik. Ja, dit gaat mij wel lukken. Gewoon rennen. Huh. Oh! Even erachter langs. Een shovel. Pats! Fancy land. Nog altijd hier. Wat zit hierin? Weer een crowbar. Wow! Ik deed ze met twee vingers. Goedemorgen. Wow. Kut. Oh, ik wou hem tackelen. Ik wou jou tackelen, vriend. Hè? Ah, shit. Mijn crowbar is er wel. Oh, hallo. Kut. Wat? Kwam ineens sneaky, hè? Niet zo sneaky doen jij. Bitch. Inoperable geometry. Holy shit. Aan welke kant moet je deze gebruiken? Dit is crazy. Nou, niet hier. Zo. Dit ding is heel sterk. Maar goed. In het midden misschien? Zou dat sneller gaan? Nee. Oké. Neem die maar mee. Welke zou beter zijn? Ik ga deze proberen voor een tijdje.
Non-physics entities are functions, not friends. Please do not interact directly. Submit orders through proper channels. Well, I'm sorry. Lift access. A null entity set to ascend in Fancyland must be secured to the lift. Nulls that are detected to not be prepared for ascension will force an immediate quarantine. Jesus. Haha. Dat kan niet. Sorry, die moet even... Nu kan ik niet meer terug. Oh, dat is voor speedruns misschien. Of zo. Oh, dit is ook leuk. Ik vind hem wel leuk. Die, hey, dit is de electrical boot. Daar moet wat in. Dat heb ik niet gevonden. Waar is die guy nou? Oh, daar. Wishing well lift crew used to be one of the coolest jobs. The people of Heaven's Reach would literally wish into a well and we would grant them by sending up what they were wishing for. While our responsibility was just checking for historical accuracy, it was still somewhat romantic of an idea to play guardian angel for the people of Heaven's Reach. It is a shame that the elders of Heaven's Reach decided anything obtained through wishing was akin to witchcraft. I am sure they will transfer me to another department of simulation. Dun 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 dun. Bow for me! Dan kan ik dit even proberen. Jezus, ga aan de kant, vriend! Ass slap, ass slap, ass slap! Hoppakee! Tot je geen ass meer over hebt. Antique Analysis Lift Crew. Tering. Plant. Sorry. Tering. Ik ben echt weer sterk. Ik neem dat hele ding mee. Daar zit niks in. Daar zit ook niks in. Nog één ding. Even hier kijken. Zit hier wat in? Zit hier wat in? Nee, oké. Okay. Ja, hand eruit. Klaar. Staff only. Er gebeurt hier shit achter. Ah! Dat ding gaan we weer bespringen. Kom dan. Pwat! Jezus, wat ben ik slecht. Ik ben er echt slecht in. Kom maar. Ah, ik wou je... Jezus Christus. En nu is hij dood. Dat was jammer. Ik wou hem pakken, maar het lukte niet. Oh shit, hij is al op mijn ammo. Huh? Er kwam toch ammo uit. Goeiedag. Yo! Stop with the music, man. Blikjes? Nee. Onzin. Ik kan wel natuurlijk meer shit meenemen. Als je die hamer ook wil, kun je allemaal hierin stoppen. Maar dan moet je dat allemaal meenemen. Ja, is dat praktisch? Ik denk niet dat het praktisch is, want ik weet niet eens wat het doel uiteindelijk is aan het einde van een level. I don't know. I don't know, bro. Dat is een coole klok. Ik kan hem niet pakken. Dat is wel een hele coole klok. En hij kan ook niet kapot. Damn, die klokken zijn goed gemaakt, zeg. Van een goed materiaal. Concerning observations, it is time to submit an official grievance of ethical
concern relating to the lift crew. Nou. Alleen maar concern. Ah, kijk. We hebben een monitor ontdekt. Je kan dus letterlijk allerlei... Oh, dat wordt wat hoor. Dat wordt wat wanneer mensen shit erin gaan modden. Want het heeft dus volledige modding support. Basically modding support, boneworks en dan nog wat uitgebreider met dingen. Nee, nee, nee. Oh, dit is een balletjesmuis. Hebben niks aan. Sorry. Ik liet me even gaan. Dus al mijn computer, die zou ik nooit kapot maken. Maar deze, die is wel toe aan vervanging. Wie wil een computer? Computer in de crowd! Moet ik wel vasthouden. Oké. Tering. Huh. Oh, kut. Bij die serverkast kapot aan het maken. Druk daar maar op. Are you okay? Wat is dit? Wat is dit? What the fuck? Fuck. Hey, welcome back. We zitten weer in MythOS. Net zoals in Boneworks. Oh, hallo. Ik schrik me dood, joh. Oh, daar ook. Hallo. Kut. Fuck. Ik ga dood. Ik ben dood. Ik ben nu al dood. Ik schrok. Ik was gewoon rustig aan het... Fuck, 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 fuck. Come on. Wat hebben we hier allemaal? Oké. Okay. Hey. Wat, die is leeg. Oh, ze zijn dat gewoon door gaan killen ofzo. Fuck. Oh, Jesus, jij leeft ook nog. Oh fuck, waar komen jullie allemaal vandaan? Ah! Iedereen! Ik kan dit ding niet reloaden hoor. Nu wel. Align. Thank you. Kut. Ik weet niet waar dit in past. Zo, dat gaat helemaal niet goed. Pats, pats, pats. Ga maar liggen. Ga maar liggen jij. Goed zo.
Ik heb hem helemaal verkeerd vast. Fuck, nee! Kut, ik heb dat ding natuurlijk niet. Maar daar ligt hij. Oh ja, dat kan ook. Je kan hem ook wegdrukken. Weer twee aan. Blijft dat unlimited of... Oh, hallo. Het is net alsof dat unlimited wordt. Zou het? Ja, er blijven maar komen. Vandaar. Dan weten we dat. Dan weten we dat we door moeten. Zullen we hier naar? Ik heb wel mijn guns, toch? De meeste in ieder geval. Vet hoor. Waar past dit eigenlijk? Past dat daar? Nee, dat moet echt in zo weer. Dacht ik al. Zal genoeg te vinden zijn hier. Maar ik weet niet of ik daar doorheen wil. Oh, hallo. Wow, ik verlies door die elevator helemaal mijn balans. Hallo, sir. Dat was cool. Even in slow motion. Oh my god, ik zie daar iets heel vets volgens mij. We gaan toch nog even kijken. Hallo. Yo, wat lag daar? Tering, blijf maar spannen. Jij niet komen. Dankjewel. Kijk dit. Sorry, sir. Oh, hij wil niet. Alleen naar achter. Kan hem alleen meetrekken. Dat is jammer. Hey, hou eens op! Chill, man, jongen. Kijk, daar komt hij ook alweer. Oh, hij raakte mijn shit. Jongen, hij killt me bijna. Dat is toch niet de bedoeling? Stop even. Jezus, schil. Met één hand. Oké. Okay. Oh, shit. Oh, sorry. Ik ga helemaal fout. Sorry, ik zou jullie uit jullie lijden verlossen of niet? Nee, heeft geen nut. Ze moeten via die au. I don't know, man. Hij leeft nog. Maar nu niet meer. En dat ding valt hun allemaal aan. Het zijn er een beetje veel. Maar wij gaan door. Oh, tering. Hey Robin, dankjewel voor je niveau 2 voor de tweede maand. Hey! Hey, 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 hey. Wow. Oké, okay, that's a bit weird. Yo. Damn. Kom maar door. Ik heb die gun toch? Ja. Wow.
Nou. Dat is ook niks. Tering. Hey, meloen. Melon. Nog één? Oké. Ik hang hem even aan mijn lift. Oh, dat kan niet. Ah, oh, shit. Oh my god. Woehoe! Woehoe indeed! Ik hoop dat het goed gaat, schatje. Fancyland Wishing Well Lift. Je weet ik veel waar ik naartoe moet. Moet ik iets indrukken? Nee, ik moet niks indrukken. Oké. Simulation Emergency Exit. Oh! Oh my god! Mijn balans. Dat ding gaat schuin. Vandaar dat de gaten is het. Oh my god, this is crazy experience. Oh! Wow! Wow! Tering! Oké, daar heb ik nog nooit meegemaakt. Holy shit. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat was speciaal. Heel speciaal. Holy shit, even... Even bijkomen. Fucking hell. Oh! Wat ongelooflijk vet, zeg. Ik hoop dat het een beetje leuk kijkt met Fish Island. Dat moet namelijk best wel veel van mijn... Van mijn shit overnemen. Yo! Hallo! Weer eventjes. Of ik bedoel, dat moet best wel meer fuel geven aan wat ik aan het doen ben in VR. Maar dit is echt insane. Hoi! Hoi meneer Jas! Hoe gaat-ie? Everything alright? I'm peeking with my eye. Oh, dit is het lab! We zijn al op het lab. Vanaf het moment dat je dus het lab haalt, volgens mij kan je mods installeren als je zo wil. Oh my god. Auw. Fuck. Ik ben sterk, hè? Goed, wel een beetje moe? Zo, sorry. Ik moet er helemaal van boeren. Arena. Damn. Vet hoor. Ja, hoezo ben je moe? Heb je lang gewerkt? Mods. De body mall. Ja, dat moet het belangrijkste zijn volgens mij. Kijk. Die, alles heeft stats. Yo, waar sta ik? Oh, ik sta daar. Alles heeft stats. Elke body type heeft statistieken. Agility, strength. En ook de mods die je installeert hebben automatisch stats voor hoe sterk iemand is en zo. Dus alles wordt physics gefixt. Peasant. Ik heb alleen peasants nog unlocked. Maar kijk, je hebt een brede. Deze heeft dus weer zijn eigen agility. Blijkbaar heel agile. En deze is weer anders. Gewoon per body type wordt dat meteen. En de poly blank is dat. Wat vet. Deze heeft meer stats. Dan doen we die toch? Zo. Holy shit. That one flinke shizzle. Hello and welcome to BoneLab. This is our virtual workset for developing and creating physics and spatial experiments. Nieuwe features worden op deze board gezegd. Patch notes unavailable. Nou, echt serieus? The shit
die je hier allemaal kan gaan maken. Van sandbox tot aan weet ik veel wat. Experimentele dingen door die deur. Sandbox door die deur. Insanity gewoon. Dat is echt insanity. Ik kan daar een arena om vol te houden. Welkom, explore, enter en resolve modules. Ja, op een gegeven moment kan je modules dus met die time trial... Oeh, dat is ook wel cool, een tech trial zeg. Zullen we eens tegen enemies gaan schieten? Spooky is ripped. Nou, niet ripped. Ik ben best wel chunky nu. Te lang gewerkt en te vroeg opgestaan. Dan moet je slaap bijhouden. Oké. Oh my god, deze deurknobbel. Wat moet ik doen? Ik weet niet hoe ik een deur moet openen. Dat weet ik legit niet. Hoe werkt een deur openen? Hoe doe ik een deur open? Ik werd ook nog 2 uur voor mijn wekker wakker en kon daarna moeilijk slapen. Ach, jezus. Ik ben dom. Ik weet niet hoe ik deze deur moet openen. Of moet ik hier kiezen? Ik moet kiezen. Never mind. Ik moet kiezen. Drop it. Oh my god. Zo. Dat was cool. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it. Drop it like it's hot. Ja, je kijkt wel altijd naar mijn achterkant. Schoppen. Mijn voeten worden niet getracked. Holy shit. Doe maar de easy one. Doe die maar. What the fuck? Oké. Okay. Is dit cool? Wil hem terug neerleggen. Is deze vet? Ja, ik ben niet zo goed in handling, maar ik kijk er wel goed doorheen. Ik weet niet meer. Kut. Oh ja, aan de achterkant. Oh, hier moet ik difficult kiezen. Ik weet niet welke gun ik nodig heb. Oh, is dit een M1A4? Dit doet me echt denken aan zo'n Operation Flashpoint rifle. Cool. Hoe kan je de chat lezen in de VR? Hoe werkt deze? Overlaytje. Je kan alles in VR doen. Je kan een film kijken in een grote bioscoop in VR. Je kan alles doen. Maar ik heb een overlaytje dat als ik mijn wrist draai, dat ik VR zie. Dat ik die chatwindow zie. Zo heb ik dat voor mezelf. Dat zie je wel eens in mijn VR streams trouwens. Alleen nu niet, omdat we nu dus de preview van BoneLab zelf doen. Omdat die echt freaking epic is. Maar... ik zou het je kunnen laten zien. En dan moet ik even dit ding. Zo. Komt ie, ja? Eventjes hier de preview aanzetten. Display VR view. Alright, nu zie je het heel even. Dit is VR view, dus wat ik allemaal zie. Ik zie ook wanneer ik bijna tegen mijn computer aanga. Dus dan zie ik allemaal zo van die lijnen, zie je. Zo kom je nooit tegen je... dan sla je nooit alles kapot. En als ik dit doe... woep. Dan zie ik jou. Meneer Jas, ook handig. Dan zie ik de chat. Verder is dat gewoon een toeltje, zeg maar, die je nog erbovenaan hebt. Ik kan de tijd zien en zo hier, hoeveel procent. Ik kan hier nu mijn FPS zien, mijn VRAM, mijn GPU, mijn CPU, dat soort dingen allemaal. En zo kan ik alles zien. Je kan elke window kan je in VR capture. Heel veel berichten van meneer Jas. Dus zo werkt dat. Maar goed, dit is een beetje de normale VR-view met al mijn bewegingen. Die fisheye vonden mensen best vet om naar te kijken net. En to be honest, je ziet nog meer dan mij bijna.
Dus dat ziet er heel cool uit in VR. Tenminste, in VR ziet er nog veel cooler uit. Want once again, dat kan je niet inbeelden hoe VR uitziet. Eruitziet. Dat is heel moeilijk. Zelfs al heb je het al een keer geprobeerd. Dus, is dat altijd wel weer even pittig om weer even... Nou, fuck dat. Ik doe wel met die twee guns. Dat zijn de twee guns, right? Ja. Oh. We zien wel. Easy mode. Auw, fuck. Vet. Oh my god, ik ben echt scheef. Fuck. Maar dit is zo easy dat ze stilstaan. Waar is... Waar? Oh, hallo. Dat hoorde ik. Oh, we mogen nu daar... We mogen kiezen, up or down. Doe me up. Wat vet allemaal, joh. Maar dit wordt dus unlimited modding supported. En dat is al vet op zichzelf. Hallo. Kut. Wat een vette graphics dit, hè? Did it. No weapon. Not this way. Oh kut, ik zit met mijn wapen van. Wat moet ik doen dan? Ik heb wel ammo voor pistolen, maar ik heb geen pistool. Oh. Oh shit. Dit is vet. Kut. Lekker snel, Sander! Doe je goed! Oh, ik voel me echt cool. James Bond. Silences had je nog niet. Hallo. Ja, sorry. Hier. Vet hoor. Zo, deze is best stabiel met één hand. Deze guy. In ieder geval met deze gun. Dat komt waarschijnlijk door die dikke armen. Want dat maakt dus allemaal verschil in Bone Lab. Dus dat is wel cool. Ja, ik kan best wel accuraat met één hand. I like that. Behalve dan dat ik niet goed kan richten. Dat kan ik wel met... Ik ben niet zo snel in VR. Dertien van de 14. Where the last one then? Welke heb ik gemist? Shit. Ik weet niet wat die is. Wat een coole gun, man. Echt waar. Deze game is zo ultra. Oh, wat? Ze zijn er weer. Hè? Nu mag ik daar, naar beneden. Oh, shit. Mijn geweer is weer gone. Huh. Tot snel, meneer Jas. Fisheye is wel helderder. Ja, klopt. Maar dat is dus Boneworks zelf. En dat is heel slecht voor je computer. Of niet slecht voor je computer, maar kost heel veel resources. Maar I'm not having any lag, dus... Oh god, ik denk elke keer dat ik shit moet doen. Wojo.
Die kan je soms ook kokken zo met één hand. Dat is zo vet. Dit is niet normaal. Oké, ik ga deze proberen. Kut. Dit is zo leuk. Dit kan ik echt gewoon zo vaak doen als ik zou willen dit. Kut. Pff. Hoeveel passen erin? Ah! Leven die nog? Dan moet je eigenlijk een andere gun. Kut. Ik heb niks. Dat was hem. Wajo. Gunruns zou ik altijd kunnen doen. Ook als mensen custom ones maken. Dan voel je net John Wick. Ook al was ik super traag. Dan voel je gewoon echt typisch John Wick. Dat is zo fucking vet. Tering. Wat een coole game. Wat een ultra vette game dit, zeg. En dan hebben we alleen nog maar de drop pad gedaan. En dan kan je dingen toevoegen als je zou willen aan deze hele tech trial. Dus dat vind ik heel vet. Aan de lab, de arena, snap ik wat het is. Dat had je ook in Boneworks. Dat is gewoon volhouden en zo. Arena mode. Dan hebben we mods daar. Even kijken wat dat doet. Oh, goedemorgen. Mod levels. Oh my god. Mensen kunnen hele mappen gaan maken. Dit wordt wat hoor. Op physics gebonden. Natuurlijk hebben we dat nu niet. En dan kan je ook downloaden. On first playthrough, modded avatars will not be available until you reach the lab. Precies. Nou echt, je kan echt de ziekste dingen gaan maken. En de ziekste dingen physics geven. Daar kan je parcours om je bewegen te verbeteren. Dat is ook altijd heel erg vet. En dan hebben we daar sandbox mode en hier experimental. Wat is experimental? Yo, what the fuck? This looks so crazy. Big bone bowling? I'm doing it. Ik ben zo benieuwd wat mensen gaan maken in dit spel. It's gonna be big, want het is ook op de quest uitgekomen, de Oculus Quest. Time to shake the booty. Wow, we zijn op een bowlingbaan. Dan kan je kiezen, al je avatars. En degene die je mogelijk dan al hebt gedownload, wat nu dus natuurlijk nog niet zoveel is. Dit werkt nog niet. Ik weet niet wat dit wordt, maar dit werkt nog niet. Nou, als we ammo nodig hebben, dan hebben we in ieder geval genoeg ammo. De gimbal gun, wat zou dit doen? Wat doet dit? Oh! Dat is vet. Maar wat is dat? De punkpuncher. Oh, dat zit ook allemaal is ook allemaal van Boneworks. Zoals ik dit doe. Zo. Oké. But what's the idea of this experiment? Er komen volgens mij ook multiplayer mods voor dit. Holy moly. Gravity pins, megaball, cards. Waar is de kaart? Show me where the card is. I wanna know where card is. Hey.
Wat is dit? Bowlingbal Big? En hoe komen we daar dan bij als we zouden willen? Oh, nee, ik wil het niet. Wow! Dat is te zwaar voor mij. Oh my god, dit is geniaal. Ik vind het echt grappig. Had ik eigenlijk die andere gun moeten hebben. Maar oké, okay, dat is een bowlingbal. Die komt er dan uit. Ik zie niks qua cards hier, hoor. Oké, 2. Maximaal 2. Maar anders hadden we kunnen karten. Ik weet wel dat het kan karten, hoor. Trouwens, dat we, ik weet het. I know dat je echt auto's kan maken en zo, waar je echt in kan zitten en dat soort voertuigen. Maar op dit moment zie ik hier geen karts. Dus ja. Where do we go next? Of moet ik dan gewoon naar de hub weer gaan vanuit level kiezen? Want daar kunnen we niet naartoe, toch? Nee, daar kunnen we niet naartoe. Dan gaan we even terug. To the bone lab, hub! Zo. Ik zweep me meteen helemaal de piepie. Wauw! Ik vind het heel cool hoe je erin gezogen wordt. Dit is de spangen. Dit is gewoon volledige... Ik weet niet wat B is. Utilities. Blade, blunt. Kijk, die Viking shield. Vet. Gadgets. Een avatar dice. Ja, dan kiest hij tussen je avatars. Dat is ook een grap. Dan kan je challenges doen voor jezelf. Tools. Hebben we nog niet. Guns hebben we ook nog niet superveel. Dit zijn alle guns die we hebben. Wel cool. Beings, dat hebben we natuurlijk uiteindelijk. Alle vijanden, de craplet. Oei, Fort is er ook. Oh. Yo! He's back! Fort van Boneworks. Oh, kut. Oh, dat is wel heel heavy. Kut, dat zijn boksen. Ah, sorry. I'm looking for light ammo. Ja, ik heb dat niet. waar is dat ding? Daar is dat ding. Oh. What up? Hey, hij ziet er anders uit. Hij heeft niet meer de likeness van. Je hebt niet meer de likeness van de originele guy, man.
Even kijken. Kijk daar. Wow. Sorry jongens, even niet kijken. Oh. Jezus. Jij bent sterk. Oh, nu ben je boos. Sorry. Ben jij boos? Die is echt sterk. You strong. Oh. Oh. Nu val je over hem heen. Jezus. Oh, niet struikelen. Zo. Allemaal geweld. Sorry voor al dat geweld. We gaan weer even naar de boomlab. Oh, hij wou mij nog vermoorden. Het is allemaal een spel. It's all a game. It's all a game. It's all a game. Maar in ieder geval, zo gaan ze allemaal dingen kunnen developen. Dat wordt echt zo ultra, ultra vet. Ik kan niet wachten om in een autootje te gaan zitten. Ik ga ook de laatste experiment nog even doen. Even mirror in. Even mirror in. To the mirror dimension. Hola. Huh? What the? Oh. Dat ben ik. Hey. Dit is nog mijn avatar op dit moment. Ik hoop dat ik snel een andere avatar kan vinden. Oeh, dat is raar, jongen, in VR. That's weird, man. Heel apart. Intelligence is ook een stat. Hoe raten ze mijn intelligentie dan? Even kijken hoor. Zie ik er cool uit met een MP5? Een MP5 met... Oh kut. Een MP5 met lichte ammo? Nee, medium toch? Do I look cool? Hey, ik heb mijn gun niet in de mirror. Nou, is ook niet leuk. Het is allemaal nep trouwens. Maar dat ziet er zo 3D uit erachter. What is happening here though? Dit is geen mirror. Hé, wat is dit? Groen, wit. Wat doet dit knopje? Oh, stop met draaien. Oh, zo kan je je karakter showen of zo. Dat hij ze dan zo draait. Dat denk ik. Oh. Kan ik ook dit doen? Nee. Dat is wel cool hoe het groene hier helemaal op reflecteert. Sorry, ik ben echt heel erg gecharmeerd ervan. Zoals ik al zei, deze livestream wordt meer gewoon een... Ik die helemaal even zo boom, flabbergasted ben en dan kan je meekijken. Dat is het. Ik ben zo flabbergasted. It is not normal, man. Not normaal. Kut, dit is helemaal mee menu. Dat was niet de bedoeling. I'm sorry. Dit is niet de bedoeling!
Kijk, ik zie daar al meteen een kaart, maar we hebben nog geen kaart. Lol. Dat is grappig. Ik wou nog even kijken naar de Zenbox. Want dat is alles wat ik vandaag ga doen. Je hebt nog veel meer chapters en zo hoor. Maar vandaag eventjes een first look voor mij. Ik ga helemaal dood, jongen. I'm dying. Waar was dat ook alweer? Daar. Sandbox. Gun range, holo chamber, Tuscany. Oh my god, ze hebben Tuscany ook. Play at your own pace or create physics mess. These relaxing getaways provide a break from the office grind. Vet hoor. Halfway park. Ik heb gewoon random eentje gekozen om te kijken hoe het eruit ziet. How is it looking? How is it looking? I'm very curious to see. The halfway park, industrial park. Oh, deze heb ik gezien in de trailer. Oh joh. I saw this one. Infinite ammo. Voelt altijd leuk zo. Daarop drukken. Manga arena. Sorry. Dat ding dat je kan oppakken. Wow! Woosh. Vet. Maar we hebben hier dus ook niet meteen de... Oh, dit doet me heel erg denken aan Garry's Mod, zeg. Oh shit. Woosh. Nee, dat lukt niet meer. Zullen we wel genoeg... secret zijn. Ja, hier kun je alles plaatsen, enemies, hele parcours maken, alles. Alles met physics. Het is echt Garry's Mod wordt dit, van VR. Lol, je kan ook gewoon je hand niet vasthouden, maar gewoon zo... Zonder vast te pakken, maar je kan ook vastpakken. Wat een vette wereld allemaal. Oh! God. Nou, dat was heel wonky hoe ik daar een trap loop. Ik kan ook al geen trap lopen. Maar zo kunnen we wel schoenen helemaal. Hey, oké, dat bedoel ik. Waarschijnlijk overal vind je allemaal dingetjes om mee bezig te zijn. Dat ziet er heel droog uit. The Halfway Industrial Park. Vet. It's literally Garry's Mod. And it's gonna be Garry's Mod. And it's gonna be wilder and wilder and wilder. Ik ga hier een video over maken als er mods komen en zo. Want dat is zo grappig. Oeh. Beetje stretchy. So awesome. Alright, levels, Bone Lab, hup, de Bone Lab, hup, toen, de Bone Lab, hup. Word je hier niet super misselijk van, nee? Een beetje VR-benen hebben, een beetje VR-benen kweken als je veel VR doet. Hoeft niet altijd comfort VR-spelletjes te spelen. Nee, echt, dit is niet normaal hoe cool dit is. What the fuck? Wat moet je hier doen? What the fuck moeten we daar doen? Mijn hoofd kan daar niet tegen. Oei. Alles kan je leren. Maar als je ook al last hebt van die shizzle, ja, dan is VR mogelijk niet voor je. Alleen ik ken heel veel mensen die daar eerst totaal niet tegen konden, die daarna wel tegen kunnen.
Staat pijltje naar rechts, pijltje naar rechts, pijltje naar links, pijltje naar links. Maar at this moment in time, there is nothing. Er staat open with caution. Nou, ik had dit wel willen openen. Misschien moet je daar wat in doen of zo? Want dit gaat niet werken. Ik heb het al een paar keer gedrukt. Ik dacht dat dit de exit was. Shit, er staat ook dat dat de exit is. Ik dacht ook echt de exit exit. De exit exit. Concrete wall. Ja. What the fuck? Dit is ook vet hoor. Zo raar gevoel. Hoe dat geprojecteerd wordt op die schermen. Maar dan wel in 3D. Oh my god. We hebben ook nog een hele quarantaineplek. Ja, er is nog zoveel meer te verdiepen. Maar vandaag gaan we dat niet doen. Vandaag gaan we dat even niet doen. Dit was een mooie eerste impressie voor mij. Van Boneworks. Beat Saber kan ik wel, maar dat was het. Ja, maar dat is ook... Dat is wel echt ultra comfort VR natuurlijk. Dus dat is jammer dat je de rest van virtual reality niet zo aan kan. Gewoon dat soort comfort spellen wel. Gewoon stilstaan. Dingen komen wel op je af, maar that's it. Ja, bij sommige mensen is dat zo. Dat is no biggie, toch? Het is alleen jammer dan. Alright. Ik ga eventjes naar mijn bureau. Dus ik praat wel even door dit microfoontje. Damn, dat was echt een van de meest craziest experiences. En je ziet het ook aan mijn voorhoofd. Oh my god, ik zweet me helemaal de pleuris ervan. Dat was zo ongelooflijk vet. Dat was niet normaal. Bone Lab is weer een nieuwe creatie van de studio van Brandon. Dat is degene die met Freddy Wong die filmpjes maakt op YouTube. Super episch. En ja, ik wou dat vandaag even voor het eerst gaan bekijken. Ik ga er nog veel meer shit doen. Dat is zeker jammer, vooral als je 400 hebt uitgegeven aan zo'n bril. Oh, en je kan ook niet dingen zoals VR-chat doen of zo. Niet dat je dat wil hoor. Tenminste, ik zou dat nooit willen. Maar dat werkt allemaal niet. Maar dit is echt virtual reality op zijn piek. En hij is nu zelfs uit voor de Quest. Dus mensen op de Quest standalone kunnen dat ook gewoon spelen. Niet echt, nee. Nou ja, dat is heel jammer. Had je maar eerst even uit kunnen proberen of zo. Dan wist je of het echt wat voor je was. Maar misschien vind je het sowieso al waard voor Beat Saber alleen, toch? Kan sowieso. Wie weet denk je, Beat Saber vind ik zo leuk. That's only that is already worth it. Precies, Beat Saber is goeie. Helemaal mee eens. Hey, thanks for watching. Ik ben helemaal flabbergasted. Ik zit hier echt helemaal de flabbergasted bij. Dat was even mijn eerste Bone Lab impressie. Ik ga daar nog een video van maken, want dat was echt heel episch. En ik weet al hele leuke dingen die ik hierin ga doen. Oeh. Het is zo warm in deze kamer. Ik denk dat het wel 28 graden is geworden. Zo. Dat komt omdat de VR aanstaat en die computer is aan het loeien. Twee computers aan het loeien. Ach, beweging, alles erop en eraan. Enkel even geen ruimte te mogen. Ook voor Beat Saber niet. Oh shit. Daar heb je niet superveel ruimte voor nodig. Maar je vindt wel een vierkantje ergens. Hey, voor de mensen die kwamen lurken. Thanks for lurking en thanks for watching. Dat was super cool. Tot de volgende keer bij een nieuwe livestream.
Tot de volgende keer. Morgen weer live. Dat was gezellig. Doei doei. Zwaai zwaai. Bye bye. En geen idee waarom het geluid even niet werkt. Maar it did. Bye bye. Doei doei. Oh my god, de koning wordt opgegeten! Nu zing je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpers. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je man. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? What the fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze hele tijd stil, ineens zie je... Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Jongens, get out! Oh, 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 oh. What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik driftte, maar toen ging ik de... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Hoi. Oh. Pas op voordat je door is. What the hell? Daar gebeurt er niet aan mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey, wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat? Wat doe ik? Wat ben ik? Ah, wat? Huh? Wat ben ik? Nice. Ja, Rijnbouw! Dit is het! Dit is het! Oh. Oh shit! Wat? Hoe kreeg je dat voor? Dat is insane! Kunnen ze dat overstoot? Oh! Ik heb hem gedown met mijn... met mijn flerken! Relax, jongen. Oh! Oh! Dat mag ook zijn! Nee, 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 nee! Wat? Wat? Nee! Wat? Au! Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.